voorbij. Ja. Heel hartelijk dank voor je inzet. Ja, en de bon. Heel erg bedankt. Ik heb vanavond hier aan DWOW, de voetbalvereniging, heb ik voor alle vrijwilligers een waardebon gebracht. Wij waarderen onze vrijwilligers in heel Hollands Kromen een waardebon van €25. Het is maar symbolisch, want die mensen die doen natuurlijk zo goed werk. Dankjewel. Dat kunnen we helemaal niet missen. Hartelijk dank. Ja. Ik draai samen met mijn man de bingo. Ja. En dat doen we samen al 30 jaar. Doen we dat hier in de kantine. En dan zit de kantine echt helemaal afglaaien vol. Ik ben bij de vrijwilligers van de klusgroep, zeg maar. Ja. Hand- en spandienst. We hebben natuurlijk al een paar weken geleden oproep gedaan van meld je aan. Het is maar een symbolisch, hè? Jullie krijgen een bon. Maar als blijk van waardering door de gemeente willen we eigenlijk alle vrijwilligers in het zonnetje zetten. Nou, ik kan niet naar al die vrijwilligers, maar een aantal, je kon je opgeven. Toen hebben we gekeken van waar gaan we naartoe. En vanavond heb ik hier 140 bonnen gebracht. Oh. Het is een bon van €25. Die mag je besteden bij de plaatselijke winkeliers. Kopen wat leuks voor. Zit er wat tussen? Slagerij. Kom mooi uit met de kerst, hè? Gewoon, het geeft gewoon zoveel blijdschap. Dat je ook echt voor die mensen komt. Je hebt soms ook wel eens geen zin, maar als je hier dan aankomt en je bent er en je komt, al die blije mensen komen door de deur. En die gaan hier allemaal weer een plaatsje zoeken. Nou, dat geeft gewoon voor ons allemaal voldoening. Nou, vrijwilligers zijn zo belangrijk. Ik zei het net ook al even. Als morgen alle vrijwilligers in Nederland hun werk neerleggen, dan stort onze maatschappij in. Want nou, we draaien echt op vrijwilligers. Zeker de sportverenigingen en dorpshuizen en wat dan ook. Die draaien echt op vrijwilligers. Dat is onmisbaar.